We gaan zo luisteren naar Jacco van Sterkenburg. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij doet onderzoek naar racisme en media en dan met name over het betaald voetbal. Racisme is overal, dat weten we inmiddels maar al te goed. Racisme is ook op de Nederlandse voetbalvelden. Dat bleek bijvoorbeeld eind vorig jaar, toen voor het eerst een wedstrijd, de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior, tijdelijk moest worden stilgelegd, omdat een van de spelers werd uitgescholden en onthaald op Zwarte Pietliedjes. Wat de mechanismen zijn achter dit soort fenomenen en welke rol de media daarbij spelen, daarover gaat Jacco ons vertellen. Ik wil graag beginnen met deze afbeelding. Hier zien we Mendes Moreira, die eind vorig jaar, eind 2019, racistisch werd bejegend door supporters van FC Den Bosch. En dit heeft heel veel media-aandacht opgeleverd, maar ook politieke aandacht. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, kwam begin 2020 met een aanvalsplan tegen racisme. Getiteld Ons voetbal is van iedereen. En hierin staan diverse elementen, zowel die te maken hebben met preventie van racisme als sancties. En het past eigenlijk wel binnen een breder beeld in Europa. Van antiracisme initiatieven, antiracisme campagnes. En hoewel deze campagnes en deze initiatieven op zichzelf nuttig zijn en meerwaarde hebben, missen ze ook belangrijke elementen. En met name is het probleem, ze hebben een vrij smalle definitie van racisme als het expliciete racisme van enkele mensen, bijvoorbeeld in het stadion, die oerwoudgeluiden roepen. En natuurlijk moet er wat aan gedaan worden, maar wat nog ontbreekt zijn meer institutionele vormen van racisme, waar we nu ook veel over horen, door de antiracisme demonstraties. Daar zou meer aandacht voor moeten komen, want anders neem je ook die voedingsbodem niet weg van racisme. En ik focus me daarbij op met name de rol van de media. En de media is heel interessant om te bekijken, met name sport op televisie. Aan de ene kant trekt het een miljoenen publiek, heel veel mensen kijken ernaar. En het is heel etnisch divers. Zeker bijvoorbeeld mannenvoetbal op televisie is heel divers. Dus er vindt daar betekenisgeving plaats aan huidskleur en aan etniciteit voor heel veel mensen tegelijkertijd. En daarom is het zo relevant om daarop in te zoomen. Wat gebeurt er eigenlijk? Als je het in afbeeldingen zou doen, dan zou je het als volgt zien. We hebben de sportjournalisten of voetbaljournalisten. Heel vaak zijn dat witte mannen. En die geven betekenis aan de spelers op het veld. Die vaak heel etnisch divers zijn. En die betekenissen die bereiken vervolgens miljoenen mensen in huiskamers, in barretjes, die naar voetbal kijken. En wat gebeurt hier nou? Onderzoek hiernaar laat zien, en dat zijn met name internationale studies, maar ook de enkele Nederlandse studies op dit gebied bevestigen dit, dat zwarte sporters vaak worden geassocieerd met natuurlijke fysieke kwaliteiten, natuurlijke snelheid, en ook worden geassocieerd met dierlijke snelheid, zoals deze afbeeldingen laten zien. En dat geldt voor zowel mannensporters als vrouwensporters. Met name hebben deze onderzoeken ook sporters gedefinieerd in termen van zwart en wit. Als we het dan hebben over witte sporters, onderzoek laat zien dat die ook worden gezien als goede atleten, maar tegelijkertijd worden ze ook meer geassocieerd met leiderschapskwaliteiten. Ze worden bijvoorbeeld eerder gezien als een goede captain, maar vooral worden ze geassocieerd met het zijn van een goede coach of met leidinggevende posities in een voetbalclub. En kritische wetenschappers hebben dit fenomeen enlightened racism genoemd. Zij zeggen eigenlijk dat zwarte sporters in de hoek van sport geplaatst worden door nadruk op hun natuurlijke atletische kwaliteiten. Maar daarmee worden andere kwaliteiten eigenlijk onder het tapijt geschoven die ook heel belangrijk zijn om topsport te doen. Zoals leiderschap, tactische vermogens, discipline. En dat zijn ook de kwaliteiten die vaak belangrijk worden gevonden in andere domeinen in de samenleving. Met name diegenen waar posities van macht belangrijk zijn. Denk aan de politiek, het bedrijfsleven. Maar ook in het voetbal zelf zie je dat de leiderschapsposities vooral door witte mannen worden bekleed. Nou, dit gebeurt en we zien dat dit ook niet beperkt blijft tot sport in de media. Je ziet deze betekenisgeving, deze stereotypering ook terugkomen op andere manieren. Bijvoorbeeld in commercials. En ik laat nu even een voorbeeld zien, een korte video. Alweer van enkele jaren terug in Amerika, waar een zwarte man ook wordt geportretteerd op deze manier. Als een sterke atleet, intimiderend. En deze commercial is van Reebok. En eigenlijk laat hij zien hoe iemand, in dit geval Terry Tate, dat is de naam van dit personage, hoe die wordt ingehuurd om de kantoordiscipline aan te halen. Maar met name laat ik het zien vanwege de reproductie van deze stereotypen.
Laten we even kijken. When we asked Reebok to send us Terry Tate, some people thought we were crazy. But I'm a firm believer in paradigm breaking, outside the box thinking. Hey, buddy. Break was over 15 minutes ago, Mitch! And since Terry's been with us, our productivity has gone up 46%. We're getting more from our employees than ever before. You know you need a cover sheet on your TPS reports, Richard! That ain't new, baby! Hey, Terry. Hey, Janice! Paging Mitch. But what's really impressed me is how Terry's become part of the Felcher family. He fits right in here. That's a long distance call, Doug! To be honest, I wish Reebok sent us 10 Terry Tates. You wanna play games, Gene? Well, when it's game time, it's pay time, baby! Woo! Nou, buiten de commercials waarin je dit soort stereotyperingen terugvindt komen, komt het ook op andere manieren terug. Bijvoorbeeld bereikt het de huiskamers. Miljoenen mensen kijken bijvoorbeeld naar voetbal op televisie. En als in voetbaltalkshows iets wordt gezegd over zwarte atleten in lijn met de stereotypen, dan bevestigt het vooral, blijkt uit onderzoek, dan bevestigt het vooral ook de stereotypen die al leven bij de kijkers over zwarte sporters. En om die reden zie ik ook uitspraken terug in interviews die ik heb gedaan. Zoals die hier staat, dat zwarte sporters eigenlijk worden vergeleken met beesten. Die man is echt een beest, zegt iemand over een zwarte voetballer. En de associatie met dierlijkheid is niet zo ver weg van bijvoorbeeld de oerwoudgeluiden die we in de stadions horen. Dus dit soort dingen moeten geadresseerd worden als je ook racisme wil tegengaan. En het vindt ook een uitweg, deze stereotypen, in leiderschapsposities. Ik heb meegewerkt in 2014 aan een onderzoek van de Europese Voetbalbond. En heel recent, eigenlijk deze maand, is een ander onderzoek uitgekomen. Een boek met collega's over racisme in sportcoaching. Uit beide onderzoeken blijkt eigenlijk dat leiderschapsposities in het voetbal worden bekleed bijna uitsluitend door witte mannen. En ook voor Nederland heb ik dit in kaart gebracht enkele jaren terug. En ook daaruit blijkt dat de etnische diversiteit in coaching, in hogere managementposities, heel gering is. Dus de gele balletjes hier representeren de etnische minderheden. Dus dat zijn hele lage percentages, zoals u kunt zien. Nou, we hebben ook gekeken naar wat zijn nou de achtergronden. We hebben interviews gedaan met coaches van etnische minderheidsachtergrond. En interessant is dat zij zeggen dat hier een diversiteit aan factoren aan ten grondslag ligt, maar onder andere komen weer die stereotypen terug. Zij zeggen dat clubeigenaren bijvoorbeeld ook deze stereotypen hanteren. Zij zien zwarte mensen, zwarte exporters, wel als goede voetballers, goede atleten, maar niet als mensen die ook geschikt zijn voor leidinggevende posities. Dus je ziet die stereotypen terugkomen en die bepalen dus ook mede toegang tot leiderschap en tot coachingposities. Die hebben dus serieuze consequenties. Nou, als je nou kijkt naar de journalisten die eigenlijk de coverage verzorgen, hè, die de media berichtgeving doen, zien we heel weinig reflectie op deze processen. Heel weinig reflectie op bijvoorbeeld stereotypen. Ze vinden de media vooral kleurenblind. En ze vinden zichzelf professionals die ook eigenlijk neutraal zijn. Dat is eigenlijk heel erg wat we zien in de interviews. Soms zijn er alternatieve geluiden, bijvoorbeeld van een journalist die zegt, toen ik eindredacteur was, haalde ik er ook wel dingen uit. Bijvoorbeeld als Moulenga bij Utrecht vaak de oersterke Zambiaan wordt genoemd, dan haal ik dat eruit. Dat zien we ook, maar dat zijn wel uitzonderingen. Onder journalisten is er dus weinig reflectie op etniciteit en op berichtgeving over etniciteit. Des te meer zien we dit de laatste jaren bij sporters. En dat is heel belangrijk. Die spreken zich steeds meer uit tegen racisme en die adresseren we daarmee ook de media. Die zijn ook kritisch op stereotypen uit de media. In Engeland bijvoorbeeld Raheem Sterling, in Amerika Kaepernick en in Nederland ook bijvoorbeeld iemand als Wijnaldum. Dus concluderend kunnen we zeggen, alles samennemend, dat raciale stereotypen eigenlijk wijdverbreid lijken in de sportmedia. Tegelijkertijd zijn die stereotypen niet zomaar onschuldig. Ze vinden hun weg in andere domeinen en soms structureren ze zelf ook leiderschapsposities in sport. Tegelijk zie je weinig reflectie hierop vanuit sportjournalisten. Meer reflectie zou goed zijn. We zien die reflectie wel steeds meer bij sporters, bij topsporters. Maar meer onderzoek is nodig in Nederland, want daar is eigenlijk nog te weinig onderzoek hiernaar gedaan. Daarom zijn wij nu bezig met een team om dit meer in kaart te brengen voor 4 landen in Europa,
waaronder Nederland. En daarnaast doen we dit voor Engeland, Spanje en Polen. Dank voor uw aandacht. Hartelijk dank, Jacco. Misschien kunnen we meteen beginnen met het verder onderzoek, want veel van de mensen die naar jou geluisterd hebben, zijn zelf werkzaam in de media of hebben met de media te maken. We hebben tijd voor vragen, maar misschien hebben jullie ook ideeën voor hoe racisme kan worden bestreden in de media. Stuur ze in. Intussen, Jacco, in reactie op jouw verhaal, je hebt het over stereotypen die leven bij de media. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar je zou kunnen zeggen, een stereotyp is tot op zekere hoogte onschuldig en hoeft niet automatisch te leiden tot scheldkanonades en zwarte pietliedjes op het sportveld. Nee, dat klopt aan de ene kant. Dus daarom is er ook zo weinig aandacht voor de media. Maar mijn argument is dat het wel een bredere voedingsbodem biedt voor die meer expliciete vormen van racisme. Als bijvoorbeeld commentatoren stelselmatig zwarte sporters vergelijken met bijvoorbeeld dierlijke snelheid, dierlijke kracht, natuurlijke kracht, dan wordt dat ook een idee wat gaat leven bij mensen. En dan is ook de stap naar het vergelijken van zwarte voetballers met apen, bijvoorbeeld door apengeluiden te roepen, is ook relatief klein. Dus je ziet dat er een voedingsbodem bestaat die vaak heel impliciet is en op zichzelf niet zo, die vrij onschuldig lijkt. Maar uiteindelijk biedt dat wel een voedingsbodem ook voor expliciete vormen van racisme. En zeker omdat die patronen terugkomen, worden ook sporters heel eenzijdig benaderd. Als je steeds de nadruk legt op iemand zijn fysieke kwaliteiten, dan doe je eigenlijk zo iemand tekort. Want er is heel veel discipline voor nodig, tactisch vermogen nodig om topsporter te worden. En dat wordt dan eigenlijk een beetje ontkend. En dat gebeurt dus met name bij zwarte sporters. Ja, dus stereotypen leiden niet automatisch tot agressie. Maar ze zijn er wel een goede voedingsbodem voor. Ja, en bij de een zal dat anders uitwerken dan bij de ander. Ja. Maar we zien inderdaad dat dit eigenlijk algemeen plaatsvindt. En er is heel weinig kritische reflectie op. Daarom vind ik mijn onderzoek ook zo belangrijk. Ja. Iemand uit je luisterpubliek is blijkbaar zelf journalist en vraagt, wat kunnen wij doen? Ja, dus wat je kan doen als sportredactie, laat ik maar zeggen. Je kan dit onderwerp op de agenda zetten tijdens redactievergaderingen. Misschien gebeurt dat nu langzamerhand ook wel, ook door de aandacht die racisme krijgt. Want dit gebeurt, uit mijn onderzoek blijkt dat dit nog weinig gebeurt. Maak het bespreekbaar binnen redacties. Vaak zijn redacties bij sport witte mannen. Nou, die weten vaak niet precies, het zijn vaak onbewuste stereotypen. Dus maak het bespreekbaar, maak mensen ervan bewust. Dat is punt 1. Punt 2, kijk naar meer diversiteit in je redacties. Kijk naar meer diversiteit onder journalisten. En daar zijn manieren voor om dat te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld kan je als organisatie jezelf eigenlijk dwingen om altijd bij een vakante positie mensen uit te nodigen van etnische minderheidsachtergrond. Dan betekent het niet dat die het per se hoeft te worden uiteindelijk, maar dan nodig je wel uit en dan ontstaat er een gesprek. Dat zijn wel praktische tips die eigenlijk te doen zijn, denk ik. En tegelijk kan je als journalist meer jezelf dwingen, puur individueel, om af en toe je commentaar terug te luisteren. Kritisch. Het gebeurt ook heel weinig. Door de hectiek van het sportjournalist van het vak, waarin alles heel snel gaat, is er vaak weinig tijd voor reflectie op je eigen commentaar. Nou, luister af en toe het eens terug en kijk goed wat je zegt. Ja. Dat incident waar we het net over hadden, eind vorig jaar, dat heeft heel veel stof doen opwaaien. Het is ook de hele wereld over gegaan, was zelfs op CNN, zag ik. Ja. Maar het heeft ook geleid tot veel collectieve verontwaardiging, ook binnen de voetbalwereld. Ja. Heeft het in die zin iets positiefs teweeg gebracht, denk je? Ja, ik denk het wel. Kijk, wat je ziet is dat het bijvoorbeeld heeft geleid tot het aanvalsplan van de KNVB. En dat is belangrijk. Daar is ook geld voor vrijgemaakt om echt nu iets te doen tegen racisme. Dus ik denk inderdaad, het heeft iets positiefs opgeleverd. Want er is voor meerdere jaren nu een aanvalsplan opgesteld met plannen. Wat ik nog vind ontbreken dus, is dat meer institutionele racisme, waarover we nu veel horen op het moment, dat zit er nog te weinig in die aanvalsplannen, in dat actieplan. Maar wel degelijk heeft het iets positiefs opgeleverd, dat er in ieder geval iets ligt nu. Ja, dat is alvast iets. Iemand vraagt, heb jij ook toegang gekregen tot die weinige vertegenwoordigers van minderheidsgroepen die er wel zijn op sleutelposities in de sport? Ja, ik heb in de sport zelf, met name in het voetbal, heb ik dus interviews gedaan met coaches van etnische minderheidsachtergrond. Sommige zijn coaches die echt in het betaald voetbal werken, bij grote clubs. Soms zijn het ook ex-internationals geweest. Dus grote namen. Tegelijk zijn het ook soms mensen die wel de certificaten hebben, maar die het heel moeilijk vinden om daar te komen, vanwege allerlei mechanismen die daaronder liggen, die ik heb besproken. Dus ik heb toegang gekregen en ik wilde hun ook een stem geven hierin. Ja, wat zeiden zij? Sorry? Wat zeiden zij?
Nou, wat zij zeggen is eigenlijk dat de voetbalwereld een vrij gesloten wereld is. Dat het vaak, overigens wordt dit ook wel in mediaonderzoek bevestigd. Het geldt ook voor media. Of je wordt aangenomen of niet is ook vaak afhankelijk van of je in de juiste netwerken zit. Die netwerken zijn vaak witte netwerken. Omdat de clubeigenaren, bijvoorbeeld bij voetbal, zijn vaak witte mensen. Hun netwerken zijn vaak wit. Dus als het op die informele manier gebeurt, dan zie je eigenlijk dat het vooral witte mensen zijn die ook worden aangenomen. Dus dat zeggen ze. En ze zeggen dat die stereotypen hun... Dat ze daar last van hebben. Dat ze dus niet worden gezien door clubeigenaren in de eerste instantie als goede coaches. Omdat ze vooral worden geassocieerd met atletische vermogens. Dus daar hebben ze ook last van als ze verder willen komen in een organisatie. Ja, dat zeggen zij zelf. Ja. En heb je het idee dat dit een internationaal fenomeen is? Want je hebt strikt genomen natuurlijk de Nederlandse situatie bestudeerd. Maar is dit wijdverbreid? Ja, dit is wel wijdverbreid. Ik heb Nederland onderzocht, maar ook Engeland. En we zijn nu dus bezig in Polen en Spanje. En wat je wel ziet is dat Nederland hier geen uitzondering in is. Dit is iets wat je in meer landen terug ziet komen. En lijkt wel een bijna globaal fenomeen te zijn, ja. Kun je iets zeggen over die plannen die er nu gemaakt zijn in de sportwereld, waar je het net over had? Ja, dus de plannen die gemaakt zijn door de KNVB, door de Voetbalbond, dat is een mix van preventie en ook sancties. Ik vind dat de aandacht voor preventie vind ik ook heel goed. Ik was bang dat het heel veel zou gaan over we moeten hogere straffen geven aan mensen die zich misdragen. Nou, ook dat hoort erbij, vind ik. Maar tegelijkertijd moet je ook op scholen, basisscholen al beginnen om het gesprek hierover te voeren. Dat zit er ook in, dus dat vind ik goed. Dus in die zin ben ik best wel positief, maar ik ben ook gemengd positief, omdat ik dus vind dat de aandacht bijvoorbeeld voor leiderschapsposities in het voetbal en de geringe diversiteit daar, dat daar eigenlijk nog geen aandacht voor is in dat actieplan. Wel bij de Voetbalbond als organisatie, ik spreek wel eens mensen, dus ik weet dat dat daar wel leeft, maar ik snap dan niet waarom het niet in dat actieplan zit. De rol van de media, waar ik over heb gesproken, komt er überhaupt niet in voor. En ja, dat zijn ook dingen die de voedingsbodem bieden voor racisme. Dus ja, daar zou wel wat meer nog aan gedaan mogen worden. Dus die media zijn een blinde vlek? Media zijn echt vaak een blinde vlek. We zien in Engeland daar nu wat aandacht voor. En je hebt echt topsporters nodig om dit op de agenda te zetten. Ik als onderzoeker, ik doe 20 jaar onderzoek hiernaar inmiddels. De media blijft een blinde vlek vaak voor de voetbalwereld. En ook zelfs voor de mediawereld als ze praten over racisme. Er wordt veel over gesproken nu in de media, maar zelfreflectie erop, zeker vanuit sportmedia, is nog best wel gering eigenlijk. Af en toe zie je het wel hoor, sommige journalisten doen het wel, maar in het algemeen nog weinig. Heb je enig idee of deze patronen ook bij andere sporten hetzelfde zijn? Of is voetbal een aparte categorie? Nee, ik heb vooral onderzoek gedaan naar voetbal, maar wat je ziet in het boek wat nu net uitkomt, is dat dit ook bij andere sporten speelt. Dat boek gaat eigenlijk over meer sporten dan voetbal. En de auteurs komen uit verschillende landen en daar zie je dat het ook bij andere sporten en ook in andere landen terugkomt. Maar goed, voetbal vind ik heel interessant, zeker mannenvoetbal, omdat het zo etnisch divers is op het veld. Dus dan is het zo'n contrast met de mensen die de spelers beschrijven, want die zijn vooral witte mannen. Dus dat contrast is zo groot hè, bij mannenvoetbal. Daarom is het daar met name zo pregnant, zeg maar. Om het te onderzoeken. Hoe bedoel je het contrast is zo groot? Nou, dat je de spelers op het veld, die zijn heel divers. Ja. Etnisch divers. Maar de mensen die hun beoordelen, de analytici en de commentatoren, de journalisten, zijn eigenlijk allemaal bijna witte mannen. Hè, daar is wel een verandering in, maar dat gaat heel langzaam. En daarom, dat contrast is daar zo groot. En vaak groter dan bij sommige andere sporten, dan bij veel andere sporten. En hoe zit het dan met die supporters, die uiteindelijk de boosdoeners zijn? Nou, in mijn ogen zijn die supporters niet per se de boosdoeners hoor. Ik bedoel, het is een klein groepje supporters. En de meeste supporters die doen dit niet. Maar kijk, de supporters in stadions zijn bijna ook, zijn voornamelijk ook witte mannen. Daar is ook weinig diversiteit. En ik denk dat een grotere diversiteit onder de supporters ook goed zou zijn. En het aantrekken op de een of andere manier van meer supporters uit andere groepen ook goed zou zijn. Om ook, een opener cultuur te creëren binnen de voetbalwereld. Daar zijn weinig initiatieven opgericht. Maar dat zou wel goed zijn om daar meer mee te doen. Ja. Ja. Een laatste vraag. Iemand zegt, iemand als Moulenga is naast supersterk ook supergelovig, christelijk. Denk je dat dat nog meespeelt? Omdat in een deel van de media misschien wat wordt neergekeken op deze religie? We zien in het algemeen in de media zien we wel dat er bepaalde stereotyperingen plaatsvinden op religie. Ja. Dus met name de spelers van Marokkaanse en Turkse afkomst worden vaak ook onder één
Worden vaak over één kam geschoren als zijnde moslims. En daar horen bepaalde stereotypen bij. Worden vaker geassocieerd met afwijkend gedrag, cultureel afwijkend gedrag, lastige jongens, ook in het voetbal. Hè, worden vaak toch relatief vaak, voetballers van Marokkaanse afkomst, wat vaker gezien als egoïstisch, lastige jongens. In hoeverre dat echt samenhangt met de religie, dat wordt nooit expliciet gezegd. Dus dat is lastig. Je ziet alleen wel dat het bij die etnische groepen wel op die manier relatief vaak, het gebeurt ook bij andere groepen, maar relatief vaak daar naar voren wordt gebracht. Dus die samenhang met religie is wel interessant. Die zou ik wel verder willen uitpluizen, want ik denk wel degelijk dat een rol speelt. Ja. Oké, hartelijk dank. Je hebt ons veel nieuwe inzichten en ook wel suggesties gegeven in een tijd dat racisme overal breed op de agenda staat. Dus hartelijk dank. En ook hier geldt, heeft iemand vragen nog aan Jacco? Hij is online bereikbaar via de mail. Dank jullie wel.